Ik loop. En ik heb een schatkamer gevonden. Yes! Yes! Wat is jullie dit? Ik word gek! Oké, hier is Dutch Bluefans Productions met een tutorial van hoe je een 2x6 deur maakt. Dus zoiets bijvoorbeeld, je kan ook een ander design doen, bijvoorbeeld met dit. Of ja, je kan gewoon van alles maken. Je kan ook trappetjes gebruiken en zo. Maar in dit tutorial laat ik jullie dus zien hoe je zo'n deur maakt. En je begint met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Een ding van 8 lang. Ja, dat doe ik tenminste altijd. Dat is handig. Dan maak je de vloer een beetje groter. Je pakt pistons, redstone torch, een redstone en pressure plates. Als het goed is heb je niet meer nodig. Doet de pistons bijna op de rand. En je maakt ze 3 hoog. Je kan alvast de 3 blokjes plaatsen die je wilt. Als ding. Daarna doe je op de middelste piston 2 blokjes lang uitsteken. Met 1 blokje schuin. En daaronder doe je deze torch. Zo. Doe je hier extra vessel bij. Dan is het klaar. Aan deze kant. Voor nu. Doe je hetzelfde aan deze kant. En daarna ga je graaf. Want hier komt de redstone. Want ja, hier komt natuurlijk de pressure pits. Hier dus. En dan, als je op de pressure pits staat, dan activeert het deze redstone. En daarna. Daarna maak je een kuiltje naar de redstone torch. Als je dan de redstone activeert, dan deactiveer je deze en dan deactiveer je de pistons en dan gaan ze weer intrekken. Dan maak je het ook zo van deze kant. Maak je de vloer weer normaal. Doe je 2 pressure plates. En klaar ben je. Dat is falen. En zo ben ik klaar. Je kan ook dit bedekken. Dat is wel handig zo. En ja, de rest laat ik aan jullie over. Dus dankjewel voor het kijken. En dit is dan de 2x6 piston door. Doei doei.